ben je aan het doen, Kim? Echt een beetje bezig van, ik moet het Instagram doen. Foto posten. Die ook heel goed. Dat ga ik nu eventjes doen. Deze verf is wel een beetje leuk. Maar leuk er moet hoor. Een tekst bij. Yes. Wat ik eigenlijk zou willen doen. Komt goed. We zijn op Schiphol. En we gaan inchecken. Onze koffers. En Kim de koffers. En al onze zooi. Ja. Hopen dat het niet te zwaar is, jongens. Ja. Let's hope so. Dit is ons vliegtuig. Toch? Of is het niet ons vliegtuig? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Nee, ja. Nee? Nou, ik is denk het ja. Slurf? Ja, dit is wel onze slurf, denk ik. Onze slurf, oké. Lekker eet smakelijk in. Het ruikt echt naar pannenkoek. We zijn onderweg naar de stad. Hoi Bert. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de kloten. Oh. Naar de kroeg. Halve liter voor anderhalve euro. Oh, nou dat klinkt heel goed. Goed, goed bezig. Dank je. Ja, zoiets. Dat zou kunnen, ja. Wat drink je, Kimmy? Kijk even wat Inge drinkt. Ja. Kijk even wat ik kom. En dan hebben we nog Connie. En Pieter. Pieter ook aan het bier. Hier ook allemaal mannen aan het bier. Oh, ik stel mijn eigen bier maar om. Koffie zelf erop. Jawel, te laat. Oké, film even een rondje dan. Hey, kijk, we aankomen. Hallo. Leo, zwaai even. Toch maar weer teruggekomen. Dirkie, hoe gaat het? Jij bent wel half lang, jongens. Nee, joh. Dat lijkt alleen maar zo. Hoe gaat het met Sven? We hebben pas bijna een liter bier op. Het is een naam. Precies. Hey Dirk. Ja? Hoeveel heb jij gedronken? Wat? Wat staat hier allemaal op tafel dan? Oh. Het is allemaal van jou. Wat is van mij? Alles wat op tafel staat is van jou. Echt? Nee, is van hem. Hij betaalt. Deze jongen. Bubba. Waar zijn we in beland gewoon? Het is ook echt heel donker. Allemaal dronken mensen hier ook. Uit alle landen. Ik weet echt niet wat we gaan allemaal. Hoi. Hallo, hallo. Wil je nog wat zeggen, Kim? Waar zijn we? Ja, ik heb geen idee. Quiero que bailar contigo.
s'nachts en wij hebben net nog gedoucht. En we hebben onze handen ook hier opgehangen. Oh, en dan moeten we weer terug, want we hebben niet tanden gepoetst en dat moet wel. Ja. Ja, anders moesten we morgenochtend douchen en het werd echt... Te laat. Ja, want iedereen gaat morgenochtend douchen. We zitten met 240 mensen in een hostel. Echt heel veel. Heel erg. En iedereen moet douchen. Er zijn maar 3 dames douches. Dat is echt heel weinig. Dus wij gaan nu weer naar de douche. Of bad ding. En dan het poetsen. Oké, doei. Nou, Kim. Net alsof we in een of ander te huis zitten. Ja. Want kijk, we moeten in de rij om het eten. De rij is echt heel lang. We moeten om 10:30 gegeten hebben, maar we staan wel echt al meer dan 5 minuten in de rij. En zijn we niet echt goed opgeschoten. Yay. Oké, we staan al een 30 minuten in de rij voor het eten. En we zijn er nog steeds niet. En die rij wordt echt maar langer en langer. Dat is echt niet normaal. Wat vinden we ervan, Kim? Niet leuk. Oké, jongens, we zijn in de Tesco in de supermarkt. Kijk even, dit is alleen het schap met water. En het gaat nog door. Het gaat nog door. Het is gewoon normaal water, maar... Het wordt een zoektocht. Filmen. Nee. Zit lekker op een terrasje. Met Philip en Kim en Sven en Joppe. Kim is een beetje verlegen. En Kim is verlegen, ja. Die wil niet in beeld. Hoi Kim. Hoi. Philip, we're on the clock. 6, 7, 8 Ben je aan het winnen, Job? Wat? Ben je aan het winnen? Nee, maar hij gaat slechter. Vind je Bert? Ja, jij moet op een A's. Ben je aan het winnen, Bert? Nee. Jij moet op een A's. Ben ik? Ja, jij bent. Oh. Holy fuck. Wat vind je ervan, Bertje? Vind je het lekker? Nou, dat halve pak suiker had niet goed in de tomatensoep. Ja, ik ben aan het vloggen. Een vlogster, ja. Ja, gewoon van heel Hongarije, dat is toch leuk? Echt niet? Nee, ah, dit is je eerste keer. Zal ik even inzoomen op je hoofd? Zo. Mijn hoofd is fijn. Dit is Bert. Bert is voor het eerst in een vlog. Woe! Nou, Amanda, hoi. Amanda is blij met je broodje. Eet smakelijk! Smakelijk! Ik ben er klaar mee! Eet ze. Oh. Het is weer klaar met. Ik heb echt zin in tomatensoep, maar nou niet meer. Wil je maar proeven? Oh jee. Nou, we zullen zien. Welkom bij onze kamer. Welkom bij de room. Oké, rondleiding. We hebben alleen een wastafel, want we hebben gezamenlijke... Dit is een mini badkamer. Gezamenlijke wc en douche. Met 240 man. Met licht. Ja. Oké, we hebben 3 bedden. Oh, het is wel echt een zooi. Het is nu al een zootje. Oké, nou dit zijn onze bedden. Dit is ons extra bed. Daar liggen onze koffers en een andere zooi. En dit is onze kast. Ja, het is maar 4-5 dagen, maar we hebben een beetje veel mee. Dit zijn de presentjes voor de gezelschappen. Die kan het al laten zien. Ja, hier liggen onze koffers uitgespreid met kostuums. We hebben nog een plankje. Verder zijn super handig. Nee, en een waslijn. Handig hè? Super mooi uitzicht. Ik weet eigenlijk niet, ik heb nog niet naar buiten gekeken eigenlijk. Niet? Nee. Oh, het is gewoon de weg. Oh, dit hoorden we vannacht. Ik had de herrie was het. Er waren gewoon allemaal trams en auto's. Oké, nou dit was de rondleiding weer. Ja. Wat zeggen we dan? Dag hoor, dag. Dag, later. Maar nu gaan we met z'n allen uit eten, omdat we anders pas om 11:00 kunnen avond eten. Maar en met z'n allen is wel. Ja, dat wel. En het is dus Hollandse avond. En dan gaan we dus allemaal Hollandse dansjes aanleren aan die groepen. Maar het is meer een Hollandse nacht. Kim, wat ben je aan het doen? Ik moest nog naar riem zo. Ze verschuilt zich achter onze waslijn. Maar ja, die Hollandse avond is dus pas vanaf 12:00. Dus dat is een beetje laat. 12:00? Na 12:00, dus het is meer een Hollandse nacht. Dat is het niet. Dus...
Ja. Gezellig. Dus, hi. Dat gaan we nu doen. Dag. Wil je nog wat zeggen? Nee. Oké, doei. In de tram op naar voedsel. Hoe laat is het eigenlijk? Kort over 8 of zo? 5:30. Ik weet niet hoe laat het is. Heb je honger, Leo? Ja, best wel. En Joppe, heb je honger? Maartje heeft honger? Nee. Oh, nou dan stap ik eruit. Iedereen heeft honger. Hongerige mensen. Hongerige mensen. Maartje, de reisleider, wat gaan we doen? Even zwem volgen, die is momenteel even. Oh, die kant op namelijk. Maar we willen toch ook de foto met dit ding? Oh ja, met Segget. Segget. Oh, nu is wel een spiegelbeeld, denk ik. Nee, dat past ook niet op, denk ik. Oh. Dan gaan we gewoon even lachen zo, op het filmpje. Ja! We zijn Segget, mag je het voor nu weten? Oké. Voor Annie, wij gaan even aantikken. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Yay! Ik heb fried cheese of zo en iets met champignons, dacht ik. Een courgette zie ik, een broccoli of zo. Maar deze jongens hebben gewoon een plaat. Ik kom net van een barbecue of zo, ik weet niet. We zijn even geswitcht. Goeie, Connie. Ah, hoi. Ik heb opeens Connie naast me. Connie zit ook even te eten. Een stukje oversteken. Lekker eten, eten, eten. Heeft iedereen eten al? Ja. Iedereen is gelukkig. Ja. Joppie! Komkommer. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan maar beginnen. Oké, we zijn weer even in de supermarkt. We gaan ontbijt halen. Want ontbijt was niet super fantastisch vanochtend. Dus we gaan even ontbijt halen. En Nico had even een tandenborstel. Een tandenborstel. Als jij hem ziet, dan... Dan zeg ik het je, ja. Hé, hey, dit jongens is geen tandenborstel. Oh, je bent... Die lijkt hier een beetje op die bril. Dat is mijn bril. Maar dan anders. Oké, okay. Tandenborstel. Dit is wel heel groot hier. Hi ladies. Hallo. Lekker boodschapjes doen. Hoe lekker de yoghurt? Om 11 uur 's avonds. Nee, ik weet niet hoe laat het is. Hoe laat is het? Volgens mij is het net iets na 11 uur. Zal ik eens kijken? Wel, hè? Ja. Ja, toen we weg gingen lopen was het 11 uur, dus ik denk 10 of 11 of zo. Letten jullie op dat ik nergens tegenaan loop? 10 over 11! Nou, kijk eens aan! Oké, okay, we moeten om 12 uur dus wel ready to go zijn, hè, om te dansen. Ja, met je FIA t-shirt alleen aan. Ja, ja, dat is waar. Maar ik doe wel even iets anders aan, oh, want ik loop kijk, nu in een kortblokje. Ik heb Jeff in de Marken. Joppe, wat heb je aan? Costa Rica. Waarom? Waarom heb je dat aan? Ja, dat is Friday's Buena Casa. Wat is het? Oh, ja, ja. Guanacaste. Oh, nou, hij gaat het Marca aantrekken. Heel mooi. Leuk zo'n Costa-Ricaanse avond. Zo leuk. Zweet ons hier op het hoofd. Het rest van mijn hoofd. Dat is niet normaal. Oké. Okay. Ja, heftig. Oh. Hoi Martin. Hi toch Martin. Filmen? Yeah. Voor een video. Hello. Hello. Yeah. Het is 4:00 s'nachts. En wij zitten in bed. En hier ligt Inge. Hi. Dit is echt heel grappig. Ik krijg allemaal spraakmemo's maar. Oké, okay. Nee, het is half vijf. En dan is dat video oké. Dit is Mario. Yes, this is ze hebben het bier op de grond gegooid, dus... Oh, ze? Philip. Geslachtsgemeenschap. 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 Dit zijn niet de goede momenten. Jawel, dit hoort er ook bij. Maar dit gaat niet in de vlog. Dit gaat zeker in de vlog. Dit gaat zeker in de vlog. Hoe hebben we geslapen, jongens? Weinig. Alsof hij heel goed heeft geslapen. Ja, nee, dit ja. Het is gewoon 1-0 spul. Maar we hebben wel kapot. Allemaal theater. Dit moet de redding zijn. Blijf. Ja. Onze laatste hoop. Wat gaan we vanavond doen, Kim? Optreden! Zo hoort het, hè. Kim heeft het goed geregeld. De man draagt de tas. Heel fijn. We staan tegen licht. Ja. Oké. Okay. We zijn nu in het eerste theater waar we gaan optreden. Het kleine theater. Ja. Heet het ook. Dus we gaan jullie even rondleiding geven. Hey. Renski. Oké, kom maar mee. Ja, oké. Kun jij dat even doen? Zo,
Dit is de gang. Hier staan alle koffers. Hey, Barbara. Zo. En dan lopen we. Zo, deze kant op. Hey. Hier is het toneel. Zijn dansers aan het oefenen. This is the backstage. Kan je kijken op het tv'tje. Lekker liggen. Zo, dus dat zijn ze nu aan het doen. Hartstikke leuk. Inge moet niezen. Oh, maar ik kom net niet. Hij komt net niet. Maar ik doe wel een paar dagen alleen maar te niezen. Ik heb het wel heel warm. Het is hier warm. Maar het ging wel goed, denk ik. Ik heb gezweet. Ik wil niet meer zo'n super aan. En Kim zegt net dat ze er helemaal klaar voor is. Ze is helemaal topfit. En we moesten in een kostuum aan het ontbijt. We hadden ons eigen yoghurtjes gehaald. En hier is Dirkie. Goedemorgen. We hadden ons eigen yoghurtjes met muesli. Nou, zometeen gaan we naar het dorp en dan gaan we daar optreden in Spakenburgs met Krablab. En dan gaan we Pyrament. Nee? Gaan we eerst Pyrament? Ja, Pyrament. En daarna. Ja, eerst Pyrament. En dan in 3/4 komt rond. Toch? En we hebben vanmiddag weer een soort van vrij. En vanavond hebben we de hele voorstelling, dus met alle stukken. Dus we hebben op één dag twee keer de polka. Heftig! Met Dirkie dans ik de polka. Dit is Dirk! Hi Dirk! Hallo! Hallo! Dus, dat was het. Oh, ook ben uit. Yes.